De bouw ervan is letterlijk met stoom gegaan. Het zand en het grind werden verwarmd om elk oponthoud uit te sluiten. Het beton werd eveneens op een gunstige temperatuur gehouden en zo kon het werk in een bijzonder hoog tempo vorderen. De ene lading beton na de andere gleed omhoog door de schacht in het hart van de reuzenpilaar die ruim 100 meter boven de Maasstad uit zal turnen. Op het werkplateau bovenin de betonnen mast werd de specie aangevoerd en verdeeld over de bouwmuren in de 9 meter wijde zuil. Met 3 ploegen van samen 100 man ging het werk continu door. De imposante mast wierp tijdens de bouw al zijn schaduw over de stad. Het publiek waarvoor op de toren een restaurant en een uitkijkplateau met 900 plaatsen zal komen, hield de stand bij. Hydraulische vijzels trokken de zogenaamde glijbekisting waarbinnen gewerkt werd, gemiddeld 4,38 meter per etmaal omhoog. Zo kwam het Rotterdamse betonwerkstuk in 23 dagen, 7 uur en 59 minuten op een hoogte van 102 meter en 30 centimeter. De uitkijktoren zal een der grote attracties zijn van de internationale tuinbouwtentoonstelling in 1960. Maar bovenal een symbool van de hoge vlucht van de Tweede Wereldhaven.